Het ziet eruit als een rustige dag op de Illinois River. Maar dan. Tientallen vissen springen het water uit. Deze karpers reageren op een kleine stroomstoot. Vanaf twee palen worden ijzeren buizen in de rivier gehangen en daar wordt elektriciteit doorgestuurd. And it will slowly power up. Oh, here they come. Here they come out front. So as you can see, it's not really stunning the fish, but it's just they're real sensitive to that electricity and they're just trying to avoid it. They're just jumping. Some jump in the boat. De naam van de vis zegt het al, de Aziatische karper hoort niet thuis in de VS. De uitheemse diersoort werd gebruikt in viskwekerijen, belandde per ongeluk in de rivier. Het dier heeft geen natuurlijke vijanden en breidt zich razendsnel uit. Nu eet de karper al het voedsel op. You can see how many fish are out here. Well, you have all those mouths feeding at once. You know, they can take a lot of that food resource out of the system. Die vissen kunnen wel tot 3 meter hoog springen en ze wegen meer dan 10 kilo. Dus die komen met een immens geweld het water uit. Wow! Als je er een tegen je aankrijgt, dan baal je. En dat gebeurt vaak genoeg. Gelukkig worden mijn cameraman en ik alleen geschampt door de vissen. Hoewel één karper wel onze minicamera omver weet te krijgen. De veelvraten hebben de rivier de Illinois al overgenomen en dreigen de grote meren van de VS in te zwemmen. Gewone vissen daar kwijnen dan weg, een strop voor de visserij die een miljardenomzet heeft. De beste oplossing is als mensen die karpers opeten. Maak er vissticks van. We might not be able to get rid of them. But certainly get them down to 10 or 20% of what their current population is would help our native species and also provide lots of good healthy food. Maar ook de stroomtechniek wordt gebruikt. Elektrische barrières slagen er voorlopig in de vissen te doen omdraaien. Erik Mouta, RTL Nieuws in Illinois.